De ambtenaren van de bestuursdiensten hebben het werk neergelegd. Maandag ging een groep naar het kabinet van de vicepresident om te praten over hun ontevredenheid met betrekking tot de aanpassing van hun loonreeks. De ambtenaren zijn van mening dat de Algemene Bond, personeel van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport, hun belangen niet behartigt. De bestuursambtenaren gaven aan dat zij een nieuwe bondsvoorzitter gaan kiezen. Ze zijn namelijk niet tevreden over het beleid van de huidige voorzitter, Glenn Swami Persat. Er is gezegd hier zo, over een half uur, een uur, anderhalf of twee uren. Wel, we zijn geen bedelaars. Er zijn twee missives geslagen dat het moet worden uitgevoerd. Het wordt niet uitgevoerd, dus dat kunnen we weer praten wanneer ze ons komen zeggen. Wanneer het wordt uitgevoerd, hoe het wordt uitgevoerd en ze moeten ons garantie geven. En daarna pas gaan we weer aan het werk. We werken niet. Het is een totale werkneerlegging. Het is tijd voor een nieuwe bond. Het is tijd voor een nieuwe revolutie binnen Abond Jaso. Wij willen nieuwe leiders binnen Abond Jaso hebben. Niets anders. Jullie zijn niet tevreden met deze voorzitter? We zijn niet tevreden. We zijn niet tevreden. Je kan ons niet vanaf 10 uur, 11 uur, 12 uur, 1 uur wachten ja, en niets gebeurt er. En Oeri, we willen dat niet meer hebben. Het is tijd voor een revolutie binnen Abond Jaso. Na enkele uren gewacht te hebben, werden de ambtenaren uiteindelijk door de woordvoerder van de vicepresident te woord gestaan. Het bondsbestuur is wel te woord gestaan door de vicepresident.